Deze heel korte screencast ga ik tonen hoe dat je de overlap kan gaan bekijken tussen de verschillende sensoren die we hebben opgesteld rond het rondpunt van de sterren. Hoe doe je dat wel? In Gizmo ga je naar dit icoontje. Laten we zien als mijn computer een beetje mee wil werken. Als je daarover blijft staan, ga je zien Construct Cross Matrix. Druk daarop, er opent een nieuw dialoogvenster. Zie je ten eerste een keuze tussen input type. In dit geval zijn we geïnteresseerd in de overlap tussen de verschillende sensoren. Dus we drukken op sensor. Deze lijst wordt gevuld met alle sensoren. Dan gaan we alle sensoren gewoon eens gaan selecteren. En die property houden we op de standaardkeuze, dus overlap, gezien als number of unique devices. Voordat ik ga uitleggen wat dat juist betekent, ga ik het gewoon al eens berekenen. Vraagt een naam, we noemen dat bijvoorbeeld overlap. Oké, dan zie je dat er hier bij crossmatrices een nieuwe kruismatrix is aangemaakt. Omdat je eigenlijk hier weergegeven ziet, misschien een beetje groter maken. Dit is een kruismatrix tussen de verschillende locaties. Of met andere woorden, waar het cijfers redelijk hoog zijn, dat zijn combinaties van sensoren, wat er nog relatief veel toestellen op hetzelfde tijdstip op de verschillende sensoren gezien zijn. Kijk bijvoorbeeld misschien direct een keer naar het hoogste cijfer hier, dus deze 62. Dat was dus tussen de sensor, dus eigenlijk tussen de beide sensoren op de Voskestraan. Dus blijkbaar is dat daar toch nog een overlap tussen, want 62 toestellen zijn tegelijkertijd op beide sensoren gezien.